Hey, yo, what's up mensen? Nieuwe gear en zoals jullie kunnen zien zijn we terug op Minecraft Eat the Beast. En vandaag gaan we toch weer eventjes een aantal dingen van Towncraft bekijken. Het is voorlopig even de laatste aflevering over Towncraft, want ik ben er niet echt klaar mee. Maar ik denk dat het een beetje goed is voor afwisseling, weet je wel. Ik moet ook weer even wat anders gaan doen. In ieder geval, vandaag gaan we een paar hele leuke items. Echt, dit wordt echt gewoon een hele vette aflevering, denk ik. Gewoon om aan te kijken. En het is wel fucking donker, dat is wat minder. Dat vind ik geen strak plan. We gaan vandaag even kijken naar de Arcane Boar, naar de Arcane Pressure Plate, naar de Arcane Door, naar de Boots of Traveler en naar de Portable Hole. Een hele hoop dingen, stuk voor stuk echt geweldige dingen gewoon. En we gaan eigenlijk gewoon beginnen met de Arcane Boar. Maar daarvoor moet ik eerst eventjes wat gaan doen. Daarvoor ga ik eerst eventjes weer mijn Enchanted Room in. Dan ga ik eventjes de Wand of Excavation enchanten. Dan heeft hij Charging 1 en Treasure 3. En ook ga ik even mijn Ruby Pickaxe. Weet je, dat kan eigenlijk beter Diamond worden. Ik ga even een Diamond Pickaxe maken. Dat is denk ik beter. Ik ben ook nog een beetje in de onderzoekingsfase. Ik weet ook nog niet precies wat het beste is en wat niet. We gaan eventjes. Zo. En waar is mijn hout? Is dat hier? Nee. What the fuck is mijn hout? Ik ben weer de hele bende kwijt natuurlijk. Oh wacht, hier heb ik hout. Zo. Zo. En dan gaan we ook even deze pickaxe enchanten. En dan gaan we zo meteen even kijken wat die Arcane Boar nou precies doet. Want dat is echt een geweldig ding, vind ik zelf. Mwah, mwah, mwah. Ik had eigenlijk gewoon Fortune, maar dit is ook best. Wat de fuck doe jij hier? Hey, val hem aan. Golem, waar ben je? Golem. Hey. Is mijn golem dan dood? What the fuck? Dit is geen goed idee, jongens. Ik weet niet. Hallo. Ga daar maar even spelen. Nee. Oké, ontplof maar. Oké, dat had net. Even kijken. Waar gaan we die Arcane Boars even neerzetten? We gaan gewoon... gaan we naar beneden? Ja, waarom ook niet? Fuck it. Nee, we gaan onder ons huis. We gaan hier. Even kijken zo. Want de Arcane Boar is eigenlijk gewoon een soort van graafmachine. Het is een echt ongelooflijk leuk ding. Holy shit, ik kom nu bij mijn minecart uit. Dat was niet de bedoeling. Huh? Gaat hier onderdoor. Oké, het zal wel. Dan gaan we eventjes hier wat lager. Oké, dan kom ik alsnog in deze grot uit. Oké. In ieder geval, we gaan het hier gewoon opzetten. Maakt verder ook niet uit. Het is eigenlijk alleen om even te laten zien wat hij nou precies doet. Je kan hem zo laag neerzetten als je wil. Dus dat is allemaal best. Oké. Dan gaan we even kijken. Gaan we de room even nog iets breder maken. Dan gaan we hem hier neerzetten. Je begint met de base. Dat lijkt me vrij logisch. Vervolgens zet je gewoon de Arcane Boar zelf erop. Oh, ga wel die kant op gaan. Is dat slim? Dat heb ik liever niet, vriend. Gaan we even de andere kant op. Want ik weet niet waar hij dan naartoe gaat graven. Voor hetzelfde geld raakt hij zo meteen dan mijn mining systeem. Oké, nu gaat hij die kant op. Nou, dat kan wel. Oké, okay. Vervolgens doe je gewoon rechter muis knopje hierop. Stop je Wand of Excavation hierin. En je pickaxe, waar die... Ja, hier. En kijk, dan zie je hier eigenlijk de wijdte ervan en de snelheid. En hier heb je ook nog andere mogelijkheden, tenminste andere dingen die kenmerkend zijn voor deze combinatie van de boar. Dat is namelijk Fortune 3, die komt af van deze. En Silk Touch, die komt af van deze. Oké. Okay. Ziet er allemaal heel epic uit. Moet even kijken. Oké, want dit wordt echt epic. Dit wordt zwaar epic. Het is echt een geweldig dingetje. Jullie zullen zo meteen wel zien wat ik bedoel. Oké, dit vind ik geen veilig idee hier zo'n gat. Zo. Oké, en dan zet je gewoon een lever op de base neer. En dan moeten we eigenlijk nog een chest hebben. Die gaan we even spannen. Want ja, jullie hebben inderdaad gewoon gezegd, span maar gewoon wat je wil. Het maakt verder ook niet uit. Ik heb trouwens ook nog een heel vet idee voor in de toekomst. Want ik ben nu even bezig met een server waar we echt totaal niet op spannen. Met twee vrienden. En ja, we spannen dus echt helemaal niks. En ik leer er echt ongelooflijk veel van. Want het zijn alle twee heel erg goede VTB's. Dus ik leer er echt heel veel van. En ja, ik ben dus van plan om in de toekomst. Ik denk over een maandje of drie. Ga ik echt een serie starten met seizoen 1. En dan aflevering, ja, weet ik voor hoeveel. Ja, en dan gaan we eigenlijk gewoon zonder spannen, gaan we een hele wereld in elkaar zetten. Ik ga alles filmen, ik ga geen stukken skippen, helemaal niks. Dus dat wordt echt ongelooflijk leuk, lijkt mezelf. Oké, genoeg gelul, ik loop niet
te doen wat ik eigenlijk hoor te doen. We gaan hem aanzetten. En dan gaat hij dit doen. Oh shit. Oké, ik moet even kijken of de chest goed staat. Ik denk die chest er naar voren kan moet. Of komt het er... Nee, het komt er in. Dus kijk, wat een echt een nice ding gewoon. Hij cleart de hele area. En ja, jij kan eigenlijk gewoon wat anders gaan doen, want dit ding doet het werk voor je. En het komt gewoon in deze chest. Echt, wat... Ik ben echt verliefd op dit ding. Ik zweer het je. Oh shit, waar gaat hij helemaal heen nu? Ik zie daar licht. Oh shit, daar loopt een trein aan. Of mijn ding. Oh shit. Oh kut. Oh my fuck my life. Nou weet je, fuck die shit. Dat repareer ik later wel. Oké, we gaan nu eventjes door naar, met het volgende. We gaan eventjes weer omhoog. Laat het ding aanstaan. We gaan aan het einde van de aflevering even kijken waar die eigenlijk... ja, gebleven is en wat hij allemaal heeft. Oké, dat schiet weer niet op. Kijk, we gaan nu eventjes verschil testen. Kijk, je rent normaal zo. Op zich wel redelijk snel. Maar met de Boots of Traveler ren je nog echt veel sneller. En je springt ook hoger. Kijk, je ziet het hier. Je springt hoger. Je gaat sneller. Oh, ik moet niet in het gat vallen. En ze... Ja, kijk, normaal gesproken zou je vanaf deze afstand damage krijgen met normale schoenen. Maar ja, dit vangt het dus op. Maar dat niet alleen. Ook in het water heb je een voorbeeld mee. Hij zwemt namelijk sneller. Dat gaan we nu even laten zien. Kijk, hij zwemt echt 10 keer sneller. Je merkt echt meteen het verschil als je ze uitdoet. Moet je maar opletten. Als ik ze even uitdoe. Het gaat echt heel traag. En als ik de Boots of Travel aandoe, dan ben je echt binnen een seconde ben je bij die muur daar. Er zijn hele handige boots. Zeker een aanrader. We staan hier in de Tommenomkom. Even kijken. Hier. Zijn ook niet heel lastig te maken. Met 2 enchanted fabrics, met ladder en met 2 air shards. Ja, dit kent iedereen nu zo langzamerhand wel. Ik denk dat iedereen nu al gewoon het, ja, het principe van Towncraft snapt. Oké, dan gaan we nu door naar het volgende item. Namelijk naar de portable... Oh, die staat niet hier. Waar staat die? Portable hole. Daar. Portable hole. Die maak je ook met enchanted fabric en in het midden een enderpearl. Ook heel simpel te maken eigenlijk. En wat een handig ding is dat. We gaan eventjes terug naar huis. Om te laten zien hoe handig het nou eigenlijk is. Dan moet ik kijken, hier is trouwens mijn quarry. Zal ik eens kijken hoe dat mee gaat eigenlijk. Waarschijnlijk heb ik al gestopt, want de tijd is al een aantal keer uitgevallen. Hij is aardig diep. Schiet alleen maar niet echt op. Nou, ziet er op zich wel oké uit. Dit start wel later alweer op, want nu ik mag spannen boeit het verder ook niet heel veel meer. Nu ga ik echt gewoon... Nu ga ik me gewoon eigenlijk op VitaBeast echt focussen op ja, hoe je dingen gebruikt. En wat echt leuke dingetjes van VitaBeast zijn. Zoals dit bijvoorbeeld. Oké, de portable hole. Kijk, dit dingetje is eigenlijk gewoon... Het werkt als een soort deur. Kijk, als je gewoon scheid hebt aan deuren... En gewoon te lui bent om een deur open te doen... Dan gebruik ik gewoon de portable hole. Kijk, bijvoorbeeld hier. Ik wil naar mijn tamperkamer. Ik doe gewoon een rechtermuisknop hierop. Hoi. Oh, gaat hier niet. Hoi. En dan ben je gewoon in je kamer. En dit gaat vanuit zelf weer naar... Nou, ik denk een seconde of 5. 10. 10 ongeveer. Zo, dan kan je weer heen. Een heel ander dingetje dus. Zeker een aanrader. Oh, als je hem kan maken. Oké, dan gaan we nu eventjes naar onze voorkant van het huis toe. Voor de Arcane Pressure Plate en de Arcane Door. Want dat zijn ook 2 handige dingetjes. Oké, en eigenlijk ook 2 hele leuke dingetjes. We gaan even dit weghakken. Die deur weghalen. Want dit hebben we niet meer nodig. We gaan dit namelijk veranderen door een Arcane Door. En een Arcane Door... Kan gewoon open, dicht, open, dicht. Eigenlijk gewoon een normale deur. Maar het grote verschil. Het kan gewoon voor geen ene fucking meter stuk. Ongelooflijk handig voor zombies. Want zombies krijgen die deur gewoon niet kapot. Weet je wel, als het nacht is, dan willen de zombies nog wel eens je huis binnenvallen. Gaan ze op je deur rammen. Maar deze deur gaat gewoon niet kapot. En voor deze deur kan je natuurlijk ook gewoon een normale pressure plate gebruiken. Als je dat zou willen. Maar zo. Maar dat gaat trouwens niet. Dat wist ik niet. Oké, maar in ieder geval. Je wilt niet eens met een normale pressure plate als je eenmaal de arcane pressure plate weet. Want de arcane pressure plate is eigenlijk gewoon een normale plate. Maar buiten dat kan je er ook nog rechter muisknop op doen. En dan zie je onderin je scherm, it will not trigger on everything except you. Dus als je erop gaat staan, gebeurt er niks. Alleen alles, al het andere in de server, dus bijvoorbeeld je speelt met vrienden. En je vrienden gaan erop staan, dan opent hij gewoon. Je kan het ook andersom doen, dat hij alleen opent voor jou. Dus nu gaat hij alleen voor mij open. En voor andere mensen zal die niet open gaan. Super handig dus. En je kan hem ook gewoon, ja, alles wat erop gaat staan kan je hem open doen. Ik ga hem nu gewoon alleen voor mij laten openen. Dus de zombies kunnen hier nu niet meer binnenkomen. Lekker voor ze. Nou, dan gaan we maar eventjes nog
naar beneden toe. Even kijken hoe het zit met onze grote vriend de Arcane Boar. Je ziet ook gewoon echt, je rent veel sneller met... Oh, dat is niet de bedoeling, jongens. Hallo, wacht eventjes. Oh, lukt mijn bike, is endjes op de grond. Je bent echt super, gewoon echt super bewegelijk hier met deze schoenen. Je kan echt gewoon... Kijk, als dat ding achter je aan gaat, dat ding haal je nooit van zo lang zelf zijn leven bij. Dat haalt niet. Kan je gewoon springen, dag. En kijk, hij... Oh. Een super lange gang heeft hij gemaakt. Ik vind het echt een geweldig ding. We gaan trouwens even kijken wat hij heeft gevonden. Ik zal nog even deze motherfucker afrekenen. Hé, hey, mij niet doodmaken, grote vriend. Ik denk dat even een strak plank zal wat gaan eten, want anders zijn ze dan echt dood. Zo. Oké, okay, we gaan eens even kijken wat hij heeft... Oh, shit, heeft gevonden. Dit is eigenlijk binnen een hele korte tijd gevonden. Echt binnen, nou, ik denk dat hij binnen 3 minuten klaar is. En dan heb je gewoon gratis iron, gratis coal. Het kost je alleen wel natuurlijk je pickaxe een beetje. En van dit, maar ja, je ziet het al. Je kan echt 10 tunnels of zo graven, 5 tot 10 tunnels. En dan is hij eindelijk een keertje klaar. Ik weet eigenlijk niet wat er gebeurt als je hem aanzet en dan loopt een monster. Nou, dat geeft ook verder niet. Oké, okay. Dan gaan we nu eventjes nog een ideetje doen van, ja, van een kijker. Want die had het idee om onder mijn huis een turtle cave te maken, om het zo maar even te noemen. En dat gaan we nu eventjes doen. Want we hebben nu toch nog tijd over. Wat de fuck moet jij? Oké, okay, die turtle heb ik hier nog staan. Dat herinneren sommige mensen zich denk ik nog wel. Ik denk dat het vanaf aflevering, 5 of zo is. Gok ik. Maar ik heb die turtle dus gewoon nog. Hé, hey, ik heb een goed idee. Jij gaat dus even lekker... Oh, dat gaat natuurlijk niet. Wacht, we gaan hem eventjes herinneren. Kom maar. Ha, toch. Doei. Oh, lachwater, dat is jammer. Oké, okay, we gaan eventjes onder huis... hakken. Oh. Doen we gewoon hier, denk ik. Oh, wacht, we moeten eerst natuurlijk nog eventjes mijn... Oh. Mijn turtle vullen met power. En dat gaan we eventjes door middel van een nether doen. Oh, weg. Hebben we nog buckets? Nou, die maken we wel even snel. Zo. Doen we het even in. Gaan we eventjes naar de nether toe. Fuck jou. Oké, we gaan eventjes weg hier. Nee, niet schieten. Oké, dan gaan we eventjes naar de nether toe om eventjes wat lava vandaan te halen. Oh, oh, dit is niet handig. Oh, shit. Oké, dan gaan we die turtle hier even neerzetten. En gaan we even refuelen. Ik weet echt niet of hij al een naam heeft. Wacht, heeft hij al een naam? Dat kan ik snel, weet je, fuck it. Label set, Quinn. Hoi, hallo, kip, doei. Zo. Label, oké, de naam boeit verder ook vrij weinig. En dan gaan we gewoon zo doen. En dan refuel all. Waarom doet dit niet? Refuel. Oh, wacht, ik typ in met hoofdletter, dat mag niet. Oké. Even gewoon hier wat buckets of lava vandaan halen. En dan gaan we nog één keertje vervullen en dan is het al genoeg voor nu. Dan is het wel genoeg om één keertje te gaan. Nee, ik denk zelfs 3 keer te gaan. Oké. Fuel all, zo. En dan gaan we weer terug. Oh, ik moet natuurlijk niet in lava vallen, dat is niet echt een strak plan. Dan gaan we nu weer terug. Oh, ik hoor een guest. Wacht niet om op te schieten, jongen. Echt, die Boots of Traveler, echt een grote aanrader ook. Kijk, je gaat ongelooflijk snel door het hele gebied heen eigenlijk. Oké, nou, ik vind het mooi geweest. Dan gaan we nu eventjes onze turtle eventjes klaarzetten. En dan is het wel weer mooi geweest voor deze aflevering, motherfuckers. Motherfuckers. Ah, dag. Oh, wacht, ik moet naar buiten. Hoi, ben ik weer. Ga nou weg. Oh shit, ik begin te lekken volgens mij. Weet je, we gaan hem gewoon hier neerzetten. Fuck die shit. We gaan gewoon de turtle hier neerzetten. Ga nou weg. Gaan ze hem helemaal volgen? Wat zijn dit voor trieste dingen? Trieste skeletons. Ga weg. Buiten spelen, dag.
Oké. Dan gaan we hier nu de turtle eventjes neerzetten. En dan hebben we eventjes een chest nodig. Heb ik hier nog? Nee, fuck my life. Kan ik weer naar boven? Oké, dit is echt een groot faal gewoon op dit moment. Ik ben nog steeds geen fan van spawnen, maar ja, dat moet nu maar even. Dus post maar trouwens in de comments wat jullie van het idee vinden om een echte serie te gaan starten. Waarin ik alles record, helemaal niks oversla. Hoe ik echt een world op ga zetten. Hoe ik me echt ga survivalen en zo. Ik weet niet, het is een beetje lastig uitleggen. Gewoon. Oké. Eigenlijk zoals ik nu had. Gewoon precies deze serie, alleen dan zonder dingen eruit te knippen. En ik hoop dan eerst nog, voordat ik het ga doen, heel veel kennis op te doen. Zodat ik echt alle dingen heel snel kan maken. We gaan nu de turtle zijn werk laten doen. We gaan excavate. Dan doen we 7x7 of zo. Maken wat moois van. En dan gaat hij nu zijn weg hier doorheen boren. En gaan wij afscheid nemen, denk ik zo. Of nee, maar eigenlijk moet dat ook nog even repareren. Want het ziet er niet uit zo. Oké. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering. We hebben heel veel dingen laten zien. En de volgende aflevering gaan we weer, denk ik, aan Buildcraft werken. Of ik moet nog even kijken waar we aan gaan werken. Misschien gaan we weer wat machinetjes maken. Dat zou ook goed kunnen. Dit is echt nu gewoon een ritueel van me. In mijn Towncraftkamer afscheid willen te nemen. Oké, bedankt voor het kijken jongens. En tot de volgende keer. Peace.